De G20 heeft eigenlijk niet zoveel opgeleverd, want ten eerste zijn er geen afspraken over het budgetaire beleid op middellange termijn gemaakt. Maar wat nog erger is, men heeft dus niet durven uit te spreken dat men de Japanners tot orde roept in het kader van de enorme waardevermindering van de Japanse. Sterker nog, we zitten er al in. Als je gewoon kijkt naar de waardeontwikkeling van de Japanse yen, ten opzichte van de dollar en de euro, die is dus in de afgelopen vier maanden 20% in waarde verminderd. Ten eerste door de bankboeien uit de pers zeg maar, van de Bank of Japan, die op volle toeren draait, maar ook de speculatie van mensen als Soros en andere beheerders van hedge funds, die hebben flink verdiend aan de waardevermindering van de yen en daarmee de neerwaartse beweging van de yen versterkt. Maar ook de Amerikaanse centrale bank en de Europese centrale bank heeft veel geld bijgedrukt sinds 2008. Ja, maar niet van diezelfde orde als de Bank of Japan. Ik heb bij de Bank of Japan ooit gewerkt. Bank of Japan is een soort agency van het Ministerie van Financiën, Ministry of Finance, en krijgt gewoon opdrachten van de minister van financiën wat ze moeten doen. Is dus helemaal afhankelijk, heeft geen onafhankelijke positie. En nu mijn grootste vrees is dat de Verenigde Staten, de Federal Reserve, en de Britten, de Bank of England, in dat spel dat haasje overspel meegaan en dus ook de bankboerderijen pers nog verder opjagen en daarmee inderdaad de waardevermindering van de dollar en het pond sterling ook nog verder inzetten. En dan heb je een regelrechte valutaoorlog en zelfs een handelsoorlog. Een handelsoorlog, misschien ook uh, in verband met de export. Uh, Frankrijk heeft een probleem met de automobielindustrie op dit moment. Uh, dan gaat een valutoorlog ook niet in helpen. Nou, de positie van de ECB is een andere. Eén, uh, de ECB mag geen wisselkoersbeleid voeren volgens zijn statuten. Dat is verboden. De ECB heeft een interne doelstelling: zijn de prijsstabiliteit en dus geen externe doelstelling, want je kunt niet de interne en de externe doelstelling hebben. Dus bij het verdrag van Maastricht is heel expliciet gekozen voor de interne doelstelling. Dus ze mag geen wisselkoersbeleid voeren. Tweede is, het is ook niet verstandig. Want als je bijvoorbeeld de berekening van de Deutsche Bank neemt, de Duitse bedrijven zijn tot 1,80 dollar nog concurrerend. De Franse en de Italiaanse bedrijven tot 1,20 dollar. Dat wil dus zeggen dat het concurrentievermogen, de concurrentiekracht, van de Franse en Ethiaanse bedrijven niet voldoende is. Dat verklaart ook waarom president Hollande oproept tot een waardeverbinding van de euro. Maar dat is geen oplossing. Die industrieën, kijk naar de automobielindustrie in Frankrijk, die is niet concurrerend genoeg. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Duitse automobielindustrie, die wel concurrerend is. Die Audi's, BMW's en Mercedes die worden nog steeds in de VS en waarder ook ter wereld in grotere talen afgezet. Dus het is een probleem van concurrentiekracht. En dat help je niet door op een zeker moment in een valutaoorlog te gaan. Want dan wordt iedereen eh, eigenlijk slechter af. Wat is dan nu het resultaat van de G20 in Moskou? Eh, ze zeggen er komt geen valutaoorlog, maar u zegt we zitten er al middenin. Eh, wat kunnen we dan wel doen? Nou ja, ik vrees dat we moeten wachten tot september. Komen de G20 komt weer in Sint-Petersburg bij elkaar. En als de zaak dan inderdaad verder uit de hand gelopen is, en daarmee bedoel ik dat de Amerikanen, de Britten aan die valutaoorlog ook meer gaan meedoen, hè, want die kunnen natuurlijk nog verder verruimen, ze hebben al veel verruimd, maar ze kunnen nog verder verruimen, ja, op dat moment uh, zullen ze waarschijnlijk wel tot, uh, tot een deal moeten komen. Kijk, ECB, de eurozone doet er niet aan mee, uh, dat kan ze niet, uh, dat mag ze niet, en ik denk ook dat het niet verstandig is. Maar uiteindelijk vrees ik dat dit toch wel een beetje uit de hand gaat lopen en dat zal dan in september in Sint-Petersburg opgelost moeten worden.